Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van EK voorspellen. Het is afgelopen, het EK is afgelopen en we zijn dus ook klaar met voorspellen. We hadden natuurlijk nog maar één wedstrijd te gaan, dat was natuurlijk de finale. Laten we maar gaan kijken wat dat is geworden. Natuurlijk is dat 1-1 geworden. Ik ben erbij vergeten te zetten dat Italië na penalties gewonnen heeft, maar Italië is dus Europees kampioen. En dat zagen we eigenlijk ook allemaal wel aankomen. Alleen niemand zag aankomen dat het gelijk werd. En dat betekent dat niemand punten had gehaald in die laatste ronde. Dit was namelijk de stand vorige week, maar ook nu. En dat betekent dat Stan de voetbalman zijn eerste sterretje heeft verdiend. Zoals jullie zien hebben Luc en ik hebben er twee. En dan heeft NAC, die niet in dit lijstje staat, maar wel mee heeft gedaan, die heeft één sterretje. En Danny Knuijman heeft één sterretje. En daar hoort Stan nu ook bij. Dus wie weet dat hij bij de Eredivisie voorspellen seizoen van het aankomende seizoen zijn tweede ster pakt. In ieder geval heel erg gefeliciteerd voor het winnen, met het winnen van deze EK voorspellen, Stan. Ik hoop dat je er weer bij bent bij Eredivisie voorspellen. Daarbuiten wil ik sowieso iedereen bedanken voor het meedoen. Ik moet wel zeggen dat het voorspel video's maken met in de zomer met een toernooi een stuk lastiger is dan Eredivisie voorspellen. Omdat er toch wat veel meer structuur in zit dan in het EK. Dat je of heel snel een video moet doen of heel op tijden wanneer het eigenlijk niet uitkomt. En dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, Eredivisie voorspellen komt natuurlijk gewoon weer terug. Ik heb er heel veel zin in. Zoals ik jullie in de laatste aflevering heb gevraagd van Eredivisie voorspellen van vorig seizoen. Mochten jullie nog leuke ideeën hebben voor Eredivisie voorspellen, laat het alsjeblieft weten. Zet het in de reacties en misschien kan ik daar nog wat mee voor het komende seizoen. Ik hoop dat jullie er allemaal weer bij zijn en dat jullie allemaal weer meedoen aan het komende seizoen. En zie ik je heel graag vanaf eind augustus ongeveer. Adios, amigos.